Deze mensen. Nee, dat is best fijn. Oké. Rode, hallo. Hallo. Wij hadden lange tijd, in het begin van ons werk, hadden we geen eigen plek. En dat hing samen met de methode van exposure. Omdat we zeiden van, en dat is nog steeds een discussie. Dus dat in de methode is het altijd weer een discussie van, moet je niet zonder plek blijven. Omdat je dan hou je de optimale ontvankelijkheid en bewegelijkheid. En faciliteer je eigenlijk iedere keer de werkelijkheid weer om... hun boodschap op jou los te laten, maar dus dat hebben we heel lang gedaan. Ja. Jongens, hoe is het? Gaat het goed? Ja, gaat goed. Hoe is het met jou? Hoe lang staan jullie al? We gaan op hotel. Naar het hotel, dat is toch wel een beetje. Ja, dat is de andere keer. Ja, en zijn jullie gisteren ook geweest? Ja, ik was. Ja, mooi. Dagelijks. Een aantal van deze jongeren die zijn hier nu aan het werk. Dus die waren net bij die schaatsen aan het uitreiken en 's nachts beveiligen ze deze plek. Omdat we ben natuurlijk wel een beetje op opletten dat de generator niet onklaar wordt gemaakt en zo. Dus dit is zo'n voorbeeld van wat je met de exposure, je zou er gewoon langs lopen, zou ik maar zeggen. Je zou het niet opmerken. En de kunst is eigenlijk van dat je een opmerkingsgave ontwikkelt. Wat er gebeurt hier? Hier hangt een briefje, werkgroep Jongeren Middelland. Dat is een soort verwijzing naar wat gebeurt er in zo'n buurt? Welke mensen voelen zich betrokken bij, in dit geval, een groep Marokkaanse jongeren? En wat heeft dat te maken met de geschiedenis van de buurt? Want dat is in dit geval dus zo'n mooi voorbeeld daarvan. Later, hè? Ja, hoi. Nou, de eerste dag, of praktisch gaat het zo, op zo'n eerste dag. Als je begint, zeg maar, dan zeggen wij, probeer eerst te snappen wat een stad is. Probeer daar nou eens achter te komen. Dus hoe kom je daarachter? Door de stad te doorkruisen, letterlijk en figuurlijk. En dat wij geven dan de opdracht, doe het met de lijnen van het openbaar vervoer. Dus we laten ze een kaart zien met de lijnen van de RET, de bus, de tram en de metro. En we pleiten heel erg om dan via een beetje diagonaals gewijs naar de stad te gaan en onderweg uit te stappen. En dan het liefst met de tram of met de bus of te voet. Want de metro, ja, in Rotterdam gaat hij ook op bovengrond, maar liefst wel dat je zoveel mogelijk ziet van ook de bebouwde woonomgeving. En dat heb je minder met de metro. Nou, en dan zeggen wij tegen mensen van stap onderweg maar uit. En ga ergens zitten of ga een buurtje in. En kijk, wat is de boodschap van de huizen, wat is de boodschap van de straten, wat is de boodschap van de mensen die je tegenkomt, wat zeggen ze tegen jou? Probeer ontvankelijk te zijn voor wat de gebouwde woonomgeving zegt, maar ook wat de publieke ruimte tegen je zegt en wat de mensen die je daarin tegenkomt jou vertellen. Waarom zijn we ertoe gekomen? Je zou kunnen zeggen vanuit het niet weten. Wij besloten dus in de buurt verder te gaan met de methode van Oude Wijkenpastoraat, op zijn Engels Urban Mission. Maar we wisten het niet meer, want die wijk veranderde enorm. Doordat de verandering in de huizen, in afwachting van de stadsvernieuwing, maar er kwamen dus hele andere mensen wonen. En die, ja, daar had je wel van gehoord, maar je wist niet wie ze waren. En we beseften dus van ja, dit wordt nooit meer zoals het was. Dus we hebben eigenlijk geen instrumenten meer, geen gereedschap om hier te kunnen werken. We moeten alles opnieuw uitvinden. En ja, hoe doe je dat dan? Ja, eigenlijk door te zeggen, door dat vol te houden dat je het niet weet. Dus dat is, zodat je die onzekerheid van het niet weten niet gaat omzetten in te veel dadendrang. Mag jij op de film? Waarom niet? Ik ben geen misdadiger. Hoe is het? Nee, daarom. Je bent een goede man. Ja, met al zo'n foto's, maar... Ja, dat hebben we allemaal.
Het zou niet leuk zijn als we die niet hadden ook, toch? Maar dat zou het een beetje misschien in toners zijn. Ja, precies. Maar bal aan. Maar je hebt altijd dingen kunnen op een bepaalde manier gedaan worden. Dus van de manier van hoe. Want als alles gewoon toch, alles zou perfect zijn, dan ligt het de manier van hoe die perfectie in elkaar zou stoken. Dat is gewoon van hoe of wat. Het is een van onze woorden, zal ik maar zeggen, die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Dat is het lege moment. Dus dat we zeggen, het lege moment, dat is het moment van niet weten. Waarin je beseft, die ander is mij volkomen vreemd. En die ander die wat van mij vraagt, ik weet niet of ik dat al wil, ik weet niet of ik dat kan. En daarin ontdek je ook in die spiegeling met die ander, maar dat kan dus ook dat kan ook de uitstraling van de huizen zijn, hè? Van een straat, van een stuk stad. Dat je merkt van, ik wil hier niet zijn, maar ik ben er toch. Of ik wil met deze mensen eigenlijk niet eens, hier wil ik niet eens op ingaan. Maar, of ik kan het misschien niet. En dat uithouden, dat je dat uithoudt en dat je dan misschien pas daarna erachter komt van wat je wel of niet met elkaar zou kunnen doen. Of wat je wel of niet met elkaar zou moeten laten. Dat kan ook nog. Ja, precies. Ja, dat ligt er maar net aan. Dat je dus, ja, zeker. Maar goede jaarwisseling. Ja, als ik je niet meer zie. Ja, groeten aan het pad van Wanica. Ik kan natuurlijk een beetje slap geklets, maar ik neem wel een beetje warmte mee voor één of ja, twee. Ja, zeker. Dat, voor, ja. Voor, voor Riet. Ja, als voor mij, hè? Ja. Nee, is goed. Zeker dat doen we niet. En echt een goede jaarwisseling. Goede jaarwisseling, hè? Dag. Hoi. Ja, hier kom je altijd wel mensen tegen die met wie we de dingen hebben gedaan. Ja, want hij noemde de man met wie je net sprak. Ja. De man met wie je net sprak, die noemde jou de dominee. Ja, zeker. De dominee. Ja. Sta jij hier zo bekend als de dominee? Nou, bij hem wel. Ja, bij anderen weer niet. Bij anderen... Ik denk dat wel dat het zo is dat in eerste instantie ben ik gewoon Herman. Maar, laten we zeggen, al nagelang de dingen zich voordeden, was ik ook wel de dominee. Voor anderen een lastpost of een lastpak of hoe noem je dat, een onrustzaaier. Ik laat nou mijn haar groeien, dat wordt over 3 maanden van mij geschoren. Voor een speciaal doel. Nou, wat zei die Herman? Nou, we hadden een discussie met de Meg gehad over deze jongens. En hij vond dat wij te veel eigenlijk de jongens aan het pamperen waren. En hij vond dat zijn kritiek was, ik hoor jullie niet spreken over een bibliotheek en over boeken. Maar jullie hebben het over activiteiten. Dus dat vond ik een beetje slap van hem. Omdat je kan, die jongens die hebben hele andere manieren dan boeken, zou ik maar zeggen. Zijn eigen manier van leren. Is een andere dan deze jongens doen. Die leren via internet en via andere zaken. Ja, dus als je vraagt van waar staat de exposure methode voor, dan zou ik in eerste instantie zeggen voor respect. Omdat het te maken heeft met de gedachte dat wij vanuit onze opdracht destijds en ook nu nog om de wereld in te gaan. En heel vaak zit daar dan achter dat de wereld als het ware naar ons moet worden toegetrokken omdat wij klassieke formulering een woord voor de wereld hebben. Dat is misschien ook wel zo, alleen het gaat om een dialoog met de wereld. Dus het gaat erom dat je eerst probeert te onderzoeken wat is dan die wereld of kunnen wij die wereld verstaan of heeft die wereld misschien ook niet een woord voor ons? Deze mensen? Nee, dat is geen. Okay. Rode, hallo. Hallo. Rode.